had mijn vuur uitgezet. Oh! Oh! Wat is hier allemaal? Hé? Wat is hier allemaal aan de hand? Ben je de huisbaas? Ik ben de vriend van de campingmanager, Knol. Okay. 3, 2, 1. Good morning. Echt? Ja. Wauw, jij bent wel echt van het wakker maken. Ja, omdat ik gewoon wil dat je eruit komt. Maar je blijft zo lang liggen soms. Ja, omdat... Ik weet het niet, ik doe dat eigenlijk nooit. Maar in deze rare tijd... Ja, maar ik weet hoe dat komt, want je hebt nog niet een idee voor vandaag. En dan zit je gewoon zo van... Ah, ik heb nog geen zin. Mm-hmm. Dat is het, hè? Dus ik ben een beetje aan het meedenken wat we vandaag kunnen gaan doen. Maar ik zou het ook niet weten. Oh, goeie. Hé, hey, misschien kunnen we je schuur opruimen. Oh, nee. Nee, echt niet. Nee, ik heb gisteren mijn hele kledingkast opgeruimd. Ik ga niet weer iets opruimen. Nee, snap ik. Daar heb ik ook geen zin in. Mooi. Fijn dat we daarmee eens zijn. Op zich heb ik wel een ander leuk idee. Maar dat is pas voor vanavond. Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar het nieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en dat was Myron met de muziek en Harry. Harry? Harry? Come on. Few moments later. Shit! Wat ben jij een sneaky ow! Je bent echt sneaky, hè? Dit vind ik zo mooi, hè? Dit vind ik zo mooi. Huh, ik dacht, wat is het daar stil? Oh. Ja, ik wilde even een sok in de was doen. En dan wilde ik nu even het moment pakken. Om lekker naar mijn opgeruimde kledingkast te gaan. En eventjes wat moois uit te kiezen voor vandaag. Wat zou ik? Nou, ik zou zeggen deze, want we gaan kamperen vandaag. Oké. Okay. Zal ik even een outfitje voor je uitkiezen? Het waait wel hard. Ja, het waait dus echt hard. We hebben haringen nodig. Ja. Zal ik een outfitje voor je uitkiezen? Dat is de dag. Vandaag is je outfitdag, zeg maar. Nee, ik weet al welke ik heel graag wil qua t-shirt. Ja, die witte. Nee. Oh. Pikachu. Pikachu. Ja, is leuk. Ik wil heel graag deze. Kijk dan. Ja, die is beautiful. Deze is echt sick. Ik ben zo blij met het shirt. Het shirt is echt heel goedkoop, maar heel vet. Kleding hoeft niet altijd duur te zijn. Ik heb een beetje een mix van kleding. Het duurste wat ik heb eigenlijk zijn meer de schoenen dan echte kleding. Ja, je hebt wel wat items die wat duurder zijn. Ja. Maar... Jij slaagt ook altijd wel bij de wat goedkopere winkels. Ja, ik vind dit soort shirts en zo. Deze was volgens mij echt iets van 20, 25 euro. Hé, hey, knolpauw onderbroekie. Weet je dit zeker? Heel zeker. En dan nu vet schoenen en een mooie pet. Dat is leuk. En een mooie pet. Ja, ook even
Goede sokjes. Even kijken. Wat past er bij Pikachu? Zeg je nou Pikachu? Pikachu. Dat is Pikachu. Geen Pikachu. Pikachu. Gele. Natuurlijk. Maar natuurlijk. Oh my god. Dat is toch nice? Ja, dat is super. Niet? Ja, ik weet het niet zo met die broek. Nou, dan doe je het niet, want jij moet je outfitje wel voelen, hè? Ja, de broek is heel erg mooi. Ja. Alleen, het is niet echt een... Er zit geen contrast in. Het is zwart-zwart. Ja, dat hoopte ik al. Oh, nee, dat hoopte ik niet. Je dacht dat ik deze zou pakken. Ja, die hoopte ik echt. Nee, ik pak gewoon mijn sandalen heel gek. Nee, mafkees. Ja, we gaan wel kamperen vandaag. Dus dat bedoel ik, snap je. Oké, ik scheer niet alle kampeerders over één kant. Nou, maar... deed al een beetje. Ja, ik weet het niet zo goed hoor met dit. Wel. Hier voel ik me... Kijk, je moet gewoon soms kleding hebben waar je je goed bij voelt. En hier voel ik me goed bij. Oké. Broek maar... op t-shirt weet ik niet helemaal, maar dit maar ik... zit wel goed. Maar ik accepteer je zoals je bent, weet je toch? Ja, dat is wel zo. Ja, Marvin accepteert me wel echt zoals ik ben. Met echt soms de raarste kleding en dingen. Pika, Pika. Pikachu! Nice. Hé, hey, ja. Het is sandalentijd, Lars. Dat vind ik een goeie. Nee. Ja, vind je dat goeie, die sandaaltjes? Ik moet wel zeggen dat het dan groen met geel is. Dat is misschien een beetje heftig, maar goed. Boeien, want het raakt lekker draag. Ja, toch? Toch. Is een beetje heftig, zeg. Ik moet dan die paarse haren moeten zijn. Lars... ja, inderdaad, is een beetje heftig. Die zijn haar heeft. Lars accepteert jou ook zoals je bent, hoor je dat? Ja, zeker. Maar dat doen de mensen hier allemaal. En dat is toch belangrijk. Zeker weten, vind ik goed, ook. Ja. Kijk, ik zei net, als er iemand uitgelachen wordt, dan ben jij het. Dat bedoel ik, dus ja. Niet jij, hij, hè? Oh, wow. Goed, dat is dan niet waar. Ik ben eigenlijk degene die altijd wordt uitgelachen. Ja, maar met die sandaaltjes, hij. Nee, grapje. Moet gewoon lekker doen, hoor. Kijk, hier hebben we een pingpongbedje. Het ziet er eigenlijk zo uit. Rood met zwart. Maar ik heb dat velletje heb ik eraf gehaald. Kijk, en dat werkt veel beter. En dan heb je oranje en oranje. Ik ben erachter gekomen dat ik nu nog beter ben geworden. Hey Mees, goedemorgen. Hey, is ook Mees ook nog? Ja, soms is hij zo stil en weet je even niet meer of hij er is. Maar wat goed dat je er nog bent, Mees. Kijk, dit is het verschil. Hoor je dat verschil? Zeker. Satisfying geluidje. Ja, dit is echt satisfying. Een match bij het balletje. Maar ik denk dat alle tafeltennissers jou echt vervloeken omdat je dat eraf getrokken hebt. Waarom? Nou, ze zitten niet voor niets op. Niet voor niets op. Waarom? 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 Het blijft toch hangen? Anders ga je zand even opstaan. Brom, 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 brom. Oh, dat werkt ook gewoon. Je moet de tafel iets dichterbij schuiven nog. Want je kan dus tegen jezelf pingpong als je dat heel graag wil. Oh ja, dat kan met deze, ja. Oh, sick. Moeten we deze omhoog doen? Oh, wacht. Het gaat echt niet slopen als je dat niet moet even deze verplaatsen. Ja, het gaat snel weer terug. Wow. Dit is echt Chinese stijl, of Japans. Hars? Ja? Je slaat zo snel veel te hard. Dit is echt moeilijk. Oh. Ik doe niet mee, hè? Oh! Ik doe een zeer dat doet. Nu ben je niet goed, maar als je het echt goed doet, echt goed. Ja, dat heb ik. Je mag het best wel wat doen, mag ik het ook één keer met jou doen? Ja, is goed. Ja, hij telt pas als je raakt, dus als je mist dan raakt telt. Oké. Mogen we allebei één keer raken? Ja. Oké. Gaan we hier zo staan. Doe je shirt uit dan? Hoe was het shirt? Hij gaat eerst. Okay. Doe je shirt uit dan? Ja, ik had het tegen... Ik had het tegen Enzo. Doe even je jasje uit. Ja? Ja. Dit vind ik leuk, zeg Mees. Ja, ik ben meest net wakker, zie dit.
precies ook tussen zijn schouderbladen. En zo smash ik. Ja, goed, nu mag ik. Boy, yo. Mag je eens zien? Ja, wil je dit... Ja, oh my god, je ziet het echt. Ben je er klaar voor? Ja, ik denk het wel. Ja, ik moet wel. Oké. Niet tegen mijn hoofd. Ik zie hem ervoor aan dat ik gewoon dit bedje loslaat en dat ik zo'n hap in mijn hoofd heb. Hou het bedje vast. Ja, ik hou het bedje vast. Het mes een hapje uit je hoofd. Oké. Het schrok, hè? Zeg je dat? Ja, ik voelde gewoon pijn in mijn rug. Geen idee, hoor. Nee, ik moet even... Die zie je ook al. Oh. Kom maar even hier. Oh. Oi, oi, oi. Ah. Jezus. Ik weet niet wat lastig is. Oh. Oh, joh. Oh, het doet echt pijner dan ik dacht. Jeetje, ik zei te snel ja op dit idee. Maar hey, ik heb de kracht weer van Pikachu. Kijk, we hebben een lekker sappie voor iedereen. Heerlijk. Vers geperst, sinaasappelsap, aardbeien. En bevroren bessen. Ja, en frambozen. En frambozen. Bademixfles. Ik schrok me helemaal wild. Oh mijn god. Echt. Nu is het wel gelukt. Die moest deze zag ik niet aankomen. We wilden net online boodschappen bestellen. En ik wilde zeggen, ik ga nog even een bakje koffie zetten. En toen... Heb je het laten schrikken? Ja, maar echt. Hey, lekker bezig. En pak hem goed terug. Want ja. Dan moet je ook het bij mij. Precies. A few moments later. Oh, verdomme! Alweer, hè? Dat doet er geen idee. Voel dat op deze manier? Jij hebt ook echt iets met die toeter. Lars die gaat nu douchen. En normaal gesproken doet Lars dat meteen het slot erop. Maar Nicole heeft gezegd van, schat, doe het slot eraf, ik kom er zo bij. Dus nu heeft hij het slot eraf gehaald, oftewel de deur is open van de badkamer. Dus nu ga ik me helemaal uitkleden en ga ik bij Lars gewoon binnen. Helemaal naakt. Ja, en dan denkt hij, oh Nicole, en dan kom ik in één keer. Ik vind het wel jammer dat ik mijn sandalen uit moet doen. Het loopt heel lekker, of niet? Oh, het loopt werelds. Eerst moest ik wel schrinniken als ik mensen zag met sokken en sandalen. Maar nu ik het vorig jaar voor het eerst zelf aan had, dacht ik, oh, ik begrijp jullie. Lars! Wat doe je? Hé, kom, ik ben uit aan het doen. Ze had zijn gezicht moeten zien. Hij was helemaal de weg kwijt. Ja, wat er gebeurt hier, man. Hij deed echt zo. Oh. Ben ik dan zo angst aan jagen? Ja, zeker. Wel als je naakt bent. Nou, dankjewel. Dit is zo dom. Ik dacht, ik kan mijn broer... Het is echt zo dom. Ik broek over je sandalen, maar nee. Zo is het sexy. Hoi! Zo dom! Ik deed gewoon mijn sandalen aan. Het voelde zo comfortabel dat ik geen eens door had dat ik geen broek aan had. Dames en heren, het moment is daar. Ik heb het er gisteren al eventjes over gehad en het is dus zojuist binnengekomen. Myron is super blij en ik denk dat ik ook super blij ga zijn. Oh, is het daar? Dit is echt zo'n droog shot. Alsof je zeg maar zo'n blind date hebt en daar staat iemand in een vak en daar in een vak. En dan mag je elkaar niet zien en dan moet je vragen stellen en dan... Wat is je lievelingskleur? Wat is je lievelingskleur eigenlijk? Ja. Je moet daar blijven en antwoord geven. Nou, ik kies haar niet. Je snapt de spelregels niet. Hé, waarom doe ik... Oh, ik...
Ik snap de spelregels ook niet. Ik liep zo naar binnen, sorry. Ik wacht hier wel even. Wow, je had moeten zien hoe boos Mario me aankeek. Dat was echt sick. Mag ik komen? Ja. Nicole heeft echt weer schattige sokken aan trouwens. Weet je wie dat is? Ja, dit is een robot. Dat is van Harry Potter, dat is Dobby. Oh, echt? Ja. Oh, Harry Potter sokken, schattig. Ja. Wow, veel kleur. Ja. Ja, echt. Oh, wow, dat tuinpak is sick. Ik wist dat je die vet zou vinden. Ja, die ziet er echt cool uit. Dit is een gekke item, maar ik denk dat hij echt mooi gaat staan. Ja, die vind ik heel erg cool, deze, met zo'n wit shirt. Oeh, nice. Een mooie korte broek, lekker stoffie. Oké, en hier, oeh, leuke sokken. Paars, met paars. En hier gekke shirtjes. Oeh, deze doet me denken aan, hoe heet die? Will Smith van Fresh Prince of Bel-Air. Oh, ja, inderdaad. The Fresh Prince of Bel-Air. We gaan toch omgeven, niet kijken al. We gaan eerst één outfitje en dan de volgende. En dan, wil je eerst die? Ja. Ja, wil je die niet als laatste doen? Als laatste dan. Ja, het is leuk. Ja, het is leukste als laatste. Ga dan niet vragen als je het als laatste wil. Ik weet welke ik als eerste wil. Okay. Ga maar in je onderbroek staan. Bij jullie bijstaan. Ja. Ja, jullie hebben me ook al naakt gezien, dus boeien. Moet Lars ook even komen anders. Lars, ik ga naakt. Lars! Oh, wat? Huh? Hij gaat naakt. Hij was al onderweg, hè? Hij hoorde het al. Ik hoorde dat je rits open gaat, denk ik, ik moet nu komen. Ik denk dat Lars een keertje met ons mee kan, Myron. Want zo te zien is hij er ook klaar voor om op zoek te gaan naar de Afrikaanse alligator. Ja! Ik mis alleen mijn muts nog. Nee, je cowboyhoed. Ja. Ja. Ja, wil je een keer met ons mee op zoek naar de Afrikaanse alligator? Ja, ik zou dit wel waarderen. Heb je hem al een keer gezien? Nee. Nee, kun je naartoe. Nou, wij wel. Dat is heel gevaarlijk hoor. Zoek al dagen ook. Hè? Maar ik heb dus de reacties gelezen, elke dag onder de vlogs. Maar de reacties onder de escape room, de derde escape room van de Tweede Wereldoorlog, hebben echt heel veel complimenten over gekregen. Echt leuk. Nicole Myron, echt supermooie reacties. Heel goed ontvangen. De video heeft meer dan 50.000 likes. In één dag was hij al meer dan 650.000 of zo keer bekeken. Het is echt bizar. En nu heb ik al verschillende nieuwe thema's gezien. Ja, leuk. Twee die voorbij kwamen was eentje maak een escape room. Een editie van corona. Ja. Dus vind het medicijn, het vaccin tegen corona. Ja. En ik heb nu ook eentje, die komt wordt steeds meer achtergelaten. Afrikaanse alligator, ja, echt safari dus of zo. Dus maak een escape room van de jungle. Ja. En ga dan op zoek naar de Afrikaanse alligator. Dat is wel leuk. Jungle is ook wel leuk, maar het lijkt wel een beetje op het thema wat we nu hadden. Zeg maar leger, groen. Maar jungle kan nog... Ja, qua kleur lijkt het op elkaar, maar jungle is iets heel anders dan de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat, ja, jungle is wel leuk. Ga je ook meehelpen met maken een keer? Ja, ik zit er dus heel erg over na te denken om een keer een escape room te maken voor jullie. Maar ik denk dat jullie wel onze hulp nodig hebben, want het is wel pittig. Ja, ik denk dat jullie ook veel te goed zijn. Ja, maar we kunnen toch met z'n drietjes doen? Ja, ja, dat kan wel. Ja, we kunnen met z'n drieën wel die jungle maar doen. Maar ik wil wel een keer een escape room maken voor jullie. Ik ga wel een keer wat bedenken. Maar niet boos om worden op mij kijken als het slecht is, hè? Want ik heb het nog nooit gedaan. Maar goed, we gaan de outfitjes even fixen. Deze sok aan. Ja. Nou, sokje zit goed. Kort broekie. Oeh, wit. Gevaarlijk hoor bij mij. Goeie maat. Goeie maat. Ik vind deze kleur wel echt leuk. Het is niet echt wit, een beetje crème. Ja. Je kan het op twee manieren opvatten. Goeie maat of goeie maat. Goeie maat. Ja, snap je? Moet je wel voor nadenken. Ja, dit is natuurlijk gewoon helemaal top. Ja, schoenen. Ja, de schoenen. Oh, deze zijn nog nat. Nee. Nee. Ik voel toch dat ze nat zijn. Nee. Deze heb ik net uit de wasmachine gehad. Tenminste, oeh, hij is droog. Ja, hij is nat, hij is nat. Nou, pet zit niet zo lekker. Nee, pet zit niet zo lekker. Dit beter? Ja. Ja? Oh, kijk, zelfs deze past erbij. Ja. Ga eens in de spiegel kijken dan. Wow, wat gaaf. Nice. Ja, ik vind het tof. Ja? Ja, serieus. Heb je goed gedaan. Gewoon een personal assistant. Ja. Personal shopping assistant. Ja, echt sick. Ja, ik vind het shirt ook echt heel mooi. Ja, en de kijkers mogen bepalen welke outfit het mooist is. Dit is outfit 1. En straks aan het einde van alle outfits kan je stemmen. En dan laat het weten. Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind deze in ieder geval leuk. Oké, okay, nou, ja. Gaan we door naar outfit 2. Maar ik zie nu pas dat er staat Dark Future. Dat is wel een beetje negatief, hè? Ja, wel een beetje. Maar het lijkt niet zo. Nee, dark het is gewoon future. Vrolijk.
Gewoon happy future ja. Of zo. Maar hij is alsnog leuk. En dit shirtje? Ja. Oh, wauw. Ik dacht dat het gewoon een normaal shirtje was, gewoon zwart. Oh, sick. Weer lekker oversized. Deze aan. Ja? Dit is een rondje. Nou, dit is dan outfit numero dos. 2. Spiegeltje. Oh, spiegeltje. Oh, gaaf. Ja, leuk. Ik zie gewoon een zwart shirt. Ja. Maar de achterkant is echt gaaf. Ja, die is echt mooi, vind ik ook. Ja, die is cool. Ja, I dig this. Nice. Very cool. Oké, outfit nummer 2. Gaan we nummer naar 3. Nice. Je vult gewoon straks alleen gewoon de boven. Wat nu? Nu, deze shirt. Maar daar is even een verhaaltje bij. Want gisteren waren we en zo'n kast aan het opruimen. En toen zei hij van, hemdje vind ik eigenlijk helemaal niet meer zo mooi. Klopt. En toen had ik dat besteld, maar misschien vind je deze wel mooi. Ja, dit is dus precies het hemdje wat ik gisteren heb weggegooid. Ja, in het zwart. En waarvan ik zei, dat vind ik niet meer mooi. Ik vind het ook echt niet mooi. Je staat er ook ja, maar je moet ook even die sandalen uit en die sokken. Nee, de sandalen blijven aan. Nee, uit. Sandalen blijven aan! En zo. Maar als ik zo sta, dan is het toch ook helemaal niet mooi. Nee. Doe als uit. Ik zo sta... Doe uit. Tum 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 tum. Doe uit. Oké, sandalen uit of deze uit? Sandalen. Oké. Ja, dit was nog niet het complete outfitje, mensen. Die komt nog. Ik vind het met sandalen wel beter. Met sandalen is beter, hè? Ja, dat vind ik ook. Nee, ja, ik vind het niet mooi. Ik vind het niet mooi. Ik voel me een beetje zo'n hele gekke Power Ranger. Met die schouders. Met die puntschouders. Zie je, het meest lacht ook heel hard. Nou, dit is outfit 3. Ik vind het niet mooi. Oké. Maar je hebt wel je best gedaan. Ja. En dat is wel gaaf. Ik vind het wel mooi. Nou, ik ben benieuwd of er mensen opstemmen. Oké. Ik vind het niet verkeerd. Mees uit je mond. Mees was het hardst aan het lachen, ik vind het niet verkeerd. Nee, ik vond het gewoon grappig eruit zien, omdat ik niet gewend ben bij jou. Maar het is niet dat ik denk van, oh, dit is super lelijk. Nee? Nee, oprecht niet. Ik denk wel dat je jouw bicep moet hebben om dit te kunnen dragen. Wij dragen dan moet ik de hele dag zo lopen. Maar en als je ook een beetje bruin bent, dan vind ik dit echt gewoon alleen, mooi hoor. Het loopt gewoon een beetje raar hier. Dit had hier gewoon korter gemoeten. Hoezo loopt het raar? Hoezo loopt het raar? Nee, ik snap wat je bedoelt. Maar ik vind het niet mooi. Die mag je terugsturen. Oké. Okay. En deze pet ook. Dus er zijn nog maar 2 items die je terug mag sturen. Andere broek aan! Ja. Yay! Andere broek aan. Maar deze broek is wel echt chill hoor. Wow! Dit broekje is sick. Ja, dit broekje is echt sick. Ja, super. Ik ben sandalen ook. Maar die hebben een beetje dezelfde kleur. Elke oplossing voor Lars zijn sandalen. Sandalen. Ah, staat het shirtje niet goed? Sandalen. Voel je niet zo lekker? Sandalen. Ik heb hoofdpijn. Doe even sandalen. Hop. Ja, dat komt omdat ik zo ver buk. Deze beweging is spant alles aan. Zo. Dat vind je echt heel leuk. Ja, die broek is echt gaaf. Ja, ja. Die is echt gaaf. Dikke 10 voor de broek, maar. Het is wel een ander kleur. Maar goed, daar moeten we het gewoon mee doen. Ik vind dat het gewoon kan. Hoppakee. Gewoon niet te moeilijk, gewoon wit, mooi broekje, precies, beetje licht olijfgroen, ja, ik vind het super, enkel sokjes vind ik ook beter dan die paarse. Top. Ja, nee, dit is geen top, dit is gewoon t-shirt. Ja. Super. Ja, nee, helemaal wat tevreden, het vierde outfitje dames en heren. Oh, dit is een broek voor mezelf. Ja, deze, dit was een, dat shirt mag je aanhouden en dan de broek uit. Ja, nee, twijfel. Ik weet niet wat ik moet doen. De broek uit sowieso. Ik loop vast. Ben ik zo al klaar? Nee. Kijk, dit is dus een blouse die ik dus had besteld. En ik dacht dat het een zachtere blouse was. Maar het is echt gewoon zo'n... Huh? Ja, maar op zich ziet hij er wel vet uit nog. Wat staat erop dan? Ja. Warehouse party. Een prikkeldraad stoer. Ik vind hem wel heel erg gaaf hoor. Ja, ik denk dat hij bij jou wel echt goed staat. Ik twijfel of die de maat goed is. Ja, maat is sowieso ja. Goed. Wow, sick. Ik ben benieuwd wat voor schoenen moet ik aan doen? Doe maar je Balenciaga's weer. Dat is makkelijk.
Ik vind dit wel echt een heel fijn outfitje, omdat het is heel basic. Maar het zit zo comfortabel. Ja. Ik voel je echt heel lekker mezelf in. Dat is echt belangrijk. Voel je lekker jezelf. Ja, ik voel heel lekker mezelf in. Doe ook maar even een petje. Ja, dat is wel Enzo. Haar is niet zo mooi meer, hè? Nee. Mensen, mensen, mensen! Swag God komt eraan. Swag God. Wel leuk. Ik vind het wel leuk. Is wel sick, hè? Ja, ik vind deze echt wel vet. Ja. Ich bin ein Professor. En ik wil jullie een paar vragen stellen. Ja. Oh. Eerst even de bel open. Ich bin ein Professor. Hallo. Hoi, kom verder. Ja, Enzo Knol. Die beroemde man. Doe open. Oké, nou leuk. Ik vind het leuk. Ja, kan niet. Zag je wat er binnenkwam? Ja, een grote ballon, denk ik. Een grote ballon. Een grote ballon! Ja! Mannen, hij heeft iets, gewoon, hij heeft iets. Hij heeft iets. Lars, hij heeft iets. Ik weet niet wat, maar hij heeft iets. Ik ben ooit getest, hè? Ik weet het. Ik ben ooit swag. Maar toen ben je weggelopen. Ik heb swag. Dat is swag. Je bent ooit getest, maar toen ben je weggelopen, toch? Ja, ik ben ooit getest. Toen ben ik weggelopen. Want ik wilde niet zo'n stempel hebben van ADHD of ODD of ADD of wat je allemaal hebt. Ik heb geen idee. Ik ben helemaal lijp van die mensen daar die testen. Nee, serieus. Ik was jong, ik was opstandig. Ik deed stiekem dingen. Ik was aan het roken en dan... Ja, ik dacht, dat was helemaal gek. Had je gewoon geen zin in? Nee, dan moest ik een test doen bij iemand die allemaal domme vragen ging stellen. Nee, ik vond het heel dom. Het waren gewoon normale mensen die aan het werk waren en die gewoon kinderen proberen te helpen. Ja. Maar ik was heel opstandig. Je doet even normaal. Ja, maar dat is zo. Dus okay. Ik heb die test nooit afgemaakt verder. En toen rende ik weg. Maar je weet de uitslag wel, toch? Ja, ja, ik ben gewoon 100% fit en gezond. Oh! Ik dacht dat ik iets hoorde, maar er was helemaal niks. Maar dat was niet. Maar dat was niet. Ik dacht dat ik wel hoorde, maar dat was niet. Hallo. Hey. Oh. Je hebt een pakketje? Ja, klopt. Jeetje. Alsjeblieft. Wat een megadoos. Nou hè. Kanonnen man. Nou zeg. Leuk. Jeetje, daar kan ik mezelf gewoon even stoppen joh. Ja. Zit er geen persoon in? Anders zou het wel vaar wezen. Hallo. Daar is er niks in. Dames en heren, ik heb een hele grote doos. En er zit geen persoon in, met wel grote doos. Oh, spannend. Kom je hier nou weer aan dan? Ja, nou wat denk je? Een postbezorger, die bracht dit. Het wow. Is een aapie. Het is nou een aap. Ja. Dat is een aap. Dat is een aap. Ja, en het is geen aap met een pet. Nee, het is zonder pet. Maar wel een traantje, het is taklijf. Wow, inderdaad, een traantje. Beschadiging. Oké, wat is het? Hey. Leuk. Ja, ik zei toch, er kan iemand in, maar niet Lars. Niet ja, Lars, ja, Mees past erin. Mees past erin, maar ja, jij niet. Probeert te waarom pas ik hier nou niet in? Ja, nou, ja. En toen was de doos kapot. Ik had niet die zaaien gepast, hè? Nou, dat denk ik niet. Ik ga je niet eten, Lebel, dus pak jij die ballon maar uit. Hé, hey, kijk dan. Hé, hey, dat zijn wij. Hey, dat zijn wij allemaal. Hé, hey, dat ben ik. We zijn beroemd. Nee. Zo. Nee, joh. Hier niet. Maar Johnny. Ja, Johnny stond er dus niet bij. En Frans Prier. Nee, Johnny maakte deze foto, hè? Oh ja, oh, ja, dat was het. Oh, ja, denk je echt dat het gaat lukken? Nee. Hij wil het heel graag laten lukken. Het lukt niet. Ja, het lukt. Ja, hij zit erin. Nice. Bijna goed. Hoi Enzo, Myron, Mace, Nicole en Lars. De vlogs met jullie is echt heel erg leuk om naar te kijken. Vooral Escape Room deel 2 was leuk. Ook leuk dat de vlog zo lang duurt. Ik hoop dat je ook weer gaat uploaden op Enzo Knol 2. Dikke, vette, peace, groetjes, Damien. Nice. Damien, je bent een schat. Echt lief. Zo maak muziek. Ik krijg geen lucht meer zo. Dit ziet er wel uit als een leuk pakketje die we kunnen versturen. Ja. Zo naar het postkantoor. Kan laten ik dit versturen? Laten we deze versturen naar Afrika. Dan vindt hij daar misschien een alligator. Ja. Nee, stapt hij eruit op het vliegveld. Ik ben op zoek naar de Afrikaanse alligator. Oké, waar gaan we deze ophangen? Gewoon hier.
Ja, maar dit is wel een beetje gek, hè? Hij hangt op de kop. Ja, maar dat hoort zo. Kijk, dat staartje hangt zo. Oh, ja. Ja, dat is allemaal bedacht, hè. Aap, hè? Oh, we kunnen hem ergens op de grond plakken. Zo. Zie je? Helemaal leuk. Dat is leuk. Nou, top. Zullen wij even... Oh, wat vinden jullie van de Swag Gold? Ja, nice. Ja? Staat op de achterkant wel super trash. Super trash? Zoiets. Nee. Total trash. Ja. Maar dat klopt. Ja, goed. Ik zeg het alleen even. Oké. Okay. Bedankt. Je hebt ook een mooie jackie aan. Tink zegt het even. Nee, helemaal top. Ik voel mezelf echt goed. Ja. Nice. Top. Ja, echt sick. Deze kan je anders straks nog aandoen, hè? Ja, dit is wel een goed outfitje, hoor. Maar ja, kan je niet je sandalen aan? Nee, maar ik vind deze wel echt heel hard. Oké, okay, maar ja, volgende is misschien ook leuk. Misschien? Ja. Oké, okay, dus dit, dames en heren, is outfit 6? Outfit 5. Outfit? 5. Outfit. Outfit 5. Outfit 5. Nee, dat hadden we net 5 gehad. Nee, volgens mij niet. Oh, dan is dit outfit 5. Ja. Ja, dit shirt vind ik heel tof. Nice. Het is zo lekker basic en... Gewoon geen merk erop, gewoon... Lekker oversized. Gewoon lekker oversized. Je roze vetje kan er echt perfect bij. Wow, en ja, sick. Dat is echt moeilijk om een kleur van iets anders met iets anders echt perfect te mengen. Ja, dit is gewoon, zeg maar, echt leuk. Ja, dit is wat, ja, laten we dit gewoon ook als outfitje doen. Ja? Ja, gewoon een zwarte broek. Ja, die witte korte broek had erbij gekund, maar dit is wel leuk. Oké, okay. Nou, dit is outfit 6, dames en heren. Ja. Outfit 6. Check hem nog even in de spiegel. Oh ja, want als je naar beneden kijkt, is het heel anders dan als je in de spiegel kijkt. Ja. Ja, toppetje, hè? Ja? Toppetje. Leuk. Ja, helemaal top. Super. Ja, blij mee. Top. Nice. Oké, okay, outfit nummer 6. Yeah. Ja, dit wordt de leukste. Is dat het roze? Ja. Oh, nice. Ja, deze moet je vandaag aan. Dit is echt leuk. Ja, jij mag bepalen wat ik vandaag aan doe. Nou, kijk maar even in de spiegel. Ik denk dat je dit echt heel leuk vindt. Zit hij goed, zeg maar? Ja, deze is gaaf. Deze is leuk. Is leuk, hè? Ja. Ja, deze vind ik leuk. Alleen, ik moet wel zeggen... We gaan het straks een andere laten zien, maar ik vind wel dat dit iets te baggy is. Ja, er moet een strakker roze, wit shirt onder. Ja, er moet geen oversized shirt onder. Ik denk dat dit juist een strak wit shirt moet zijn. Ja, een beetje strak. Ja, niet... dan is het veel mooier, want nu hangt dit eruit, zeg maar. Ja. Nu ben ik een beetje zo'n vleermuis met vleugels. Ja, klopt. Maar voor de rest is het pakje is echt heel leuk. Maar ik vind het dan aan deze kant wel weer heel leuk dat die mouwen wat langer zijn, zeg maar. Want als je een strakke shirt hebt, zijn de mouwen meestal tot hier. Ja, maar dat kan wel, hè. Dat ziet er wel wat zomers uit dan. Nou, laat het maar even naar de rest zien. Even je handen uit je zakken. Dames en heren, nieuwe outfit, nieuwe Enzo. Nice. Tadaa. Ja, dit is mijn favoriet. Dit is echt leuk, hè? Ja, ik vind het echt leuk. Ja goed, ik zou het persoonlijk niet dragen omdat ik dan echt op een baby lijkt, maar bij jou staat het. Lars zou het niet dragen omdat hij dan op een baby lijkt. Jij bent wel, jij kan deze swag wel killen. Oh, nice. Maar wat vinden jullie van het oversized shirt? Ja, dat is alleen maar goed. Ja, want weet je, die broek is namelijk best wel strak. Strakker en die oversized maakt het een beetje baggy. Ja. Misschien moet je alleen wel één flapje los doen. Dat kan ook, iets stoerder zo. Ja, zo. Swag. Swag. En dan zo vast hier. Ja. Zo. Ja, ik weet wel wat je mist hier op deze outfit. Wat ja, dan? Speen. Nee, een roze match. Nee, wat denk jij dat je mist? Geen idee. Sandalen? Alles wordt beter met sandalen. Nee, deze is wel echt heel erg nice. Ja. Dit is outfit 7. Ja. Dus jullie kunnen hier stemmen, hierboven. Er staat eerst een poll hierboven met outfit 1, 2, 3, 4 en 5. En dan straks komt er een poll met outfit 6 en 7. Dus mocht je niet 1 tot met 5 willen stemmen, dan moet je heel verwachten. Er komt straks eentje met outfit 6 en 7. Dan krijg je wel een i'tje of een icoontje of een pop-up daarboven. Maar goed, nu mogen we, ik denk wel leuks met z'n allen. Stemmen welke outfitje? Welke ik ga aandoen vandaag. Welke outfit? Mees, jij stemt voor deze? Hoef je niet om te kleinen. Jij zei toch net dat je die zwarte leuke vond? Nee, dat zwarte shirt vond ik leuk. Dat zwarte shirt, dus die vorige die ik aan had, met het witte jasje? Ja. Oké, dus Mees stemt voor outfit 6 en jij Lars? Ja, ik ook. Ook? Ja. Ja, ik voor deze. En jij? Ja, ik... Waar stemt Myron eigenlijk voor?
Jij bent de doorslaggevende stem, hè? Als je stemt wat... Ja, want de vrouwen in deze kwestie, vooral Myron, omdat Myron dit allemaal heeft besteld. Ja, maar als het gelijk wordt, heb je gewonnen. Want jij hebt dit allemaal besteld en gefixt. Dus jij kan de doorslaggevende stem. Dus jij stemt op deze outfit, ja, dan... Ik denk dat ik deze leuk vind, maar dan moeten we nog wel even kijken of er een ander wit shirtje onder past. Misschien past het zwarte shirtje die meester leuk vond hier ook wel onder. Nou, ik denk dat wit wel het mooiste is bij dit outfitje. Nou, we kunnen het even proberen. Ja, zeker. Als je het niet probeert, dan weet je het niet. Nee. Maar het wordt dus sowieso het roze overalletje. Ja, en dan ga ik morgen voor jullie misschien wel dat... Hè? Yes. Yes. Wel met sandalen dan. Maar denken jullie dat deze schoenen er goed onder zijn? Nee, of moeten er de andere schoenen onder? Nee, sandalen. Sandalen. Nee, ik vind zeg maar, deze schoenen een beetje te... De outfit is best wel basic en die schoenen zijn natuurlijk gewoon zonder veders en iets, dus het is ook best wel basic. Ik denk dat die Yeezys erom zitten. Ja, nou precies zeven. Dat. Ja. Oké. Okay. Nou, het outfit wordt een beetje aangepast, maar roze overal, die blijft. Ja. Nu had ik Myron een budget gegeven en ik ben heel erg benieuwd of ze er overheen is gegaan of niet. Want je mocht voor €300 kleren kopen. Daar heb je dus best wel wat outfitjes van gekocht. Niet altijd de schoenen erbij of de sokken. Nee. Dus we hebben een beetje gebruikt van mijn eigen kledingkast. Maar uiteindelijk heb je wel de outfits kunnen maken. Maar ja. Hoeveel was je kwijt? Precies 300. Precies, kijk. Een vrouw naar mijn hart. Ja. Gewoon precies 300. En meer dan 3 outfits. Want ik mocht eigenlijk maar... Je zou er 3 doen, 3 outfits. Uiteindelijk 7. Ja. Sick. Heel erg sick. Echt super nice. We hebben het zwarte shirtje nog even geprobeerd. Maar wit is toch echt het leukst. Dus outfit of the day, hashtag wow. Nu moet ik nog wel daarbij zeggen mensen, dat het eigenlijk nog minder is dan €300. Want hier ligt een petje die gaat terug. Dit petje gaat terug. En deze 3 hemdjes die gaan terug. Omdat ik die gisteren bij het kast opruimen allemaal heb weggedaan. Omdat ik die niet fijn vind. En toevallig had Maaien ze net gekocht. Maar ze zien er wel leuk uit. Maar ja, ik voel me er gewoon niet lekker in. Dus deze 5 items gaan terug. Dus dan komen we zelfs nog minder dan €300 uit. Heb je nou die toeter weggegooid? Welke toeter? Die toeter. Je hebt hem in je zak. Ik dacht dat je hem weggegooid had. Ik wilde jou er straks mee laten. Ik ging zelfs in de prullenbak kijken. Oh, je ging zelfs filmen. Ja. Zoveel waarde heb jij gehecht aan die toeter, omdat je weet dat je mij er kan mee laten schrikken. Yep, echt nice, het outfitje zo. Thanks. We gaan de pan eventjes terugbrengen. De andere overige kleren gaan we terugbrengen. Ik ga even wat karton wegbrengen. Nou, we zijn lekker bezig. Gaat goed, hè? Super. Hey, joh, schaf uit. Ga eens weg, joh. Stront hang jeugd. Oh, lekker. Dank u wel. Die mensen zaten echt zo te kijken van, oh mijn god, is het ruzie? Is het ruzie? Lekker broodje kip! Voor jou! Hey, hey, kom je broodje kip hier halen, jongen! Voor jou! Nee, dit is wel echt top, hè? Ja, dat is top. Wij mogen hier niet met jullie zijn. Nee, wat doen jullie hier zo bij ons? Wij gingen kipje eten, kom jij hier opeens zo? Ja, wij ook kipje eten. Wij met z'n twee, jullie met z'n twee. Ga eens weg, joh. Mag niet met z'n vieren. Dus, hangjeugd, stelletje schavuiten, wegwezen hier. Nee, en zo, hoe lang heb je alweer geen backflip gedaan? Ja, echt te lang, maar ik heb. Nee, ik heb te veel zwerk aan, ik ga dat niet doen. Nou, ik ga lekker genieten van mijn broodje kip met paddenstoelensaus. Oh. Gebruikte kleding of schoenen? Nou. Oké. Dat is is allemaal gebruikt en zijn knolkleding. Hoppa. Dat is 2. Als het goed is hebben we nog 2 zakken. En dan is het gedoneerd. En dan kunnen we meteen boodschappen ophalen. Beter. Beter, hè? Wauw. Top. Nice. We hebben niet alleen boodschappen gehaald, maar we zijn ook langs een paar winkels geweest voor de voorbereidingen voor vanavond. We gaan dus kamperen in de tuin van mijn broer, Milan. Alleen, hij weet het zelf nog niet. En dat wordt echt geniaal. We hebben zojuist 2 grote tenten gekocht. We hebben een grasmatje, een tafeltje. We hebben echt van alles gekocht om vanavond heerlijk te kamperen. En dus uiteraard daar te slapen. In de tuin van mijn broer. Dat wordt mega vet. Serieus, we hebben echt hele leuke dingen gehad. En Mees, we hebben een helium tank gekocht.
Yeah! Yes. En een eenpersoons luchtbed voor jou. Yes. Aww. Zo so lonely. Jij mag ook kiezen. Wil je met Lars in de tent of bij Enzo en mij in de tent? Of gewoon niet in een tent. Of gewoon buiten. Hij gaat er nog even over nadenken. Hey. Jullie zien het vanavond. Het wordt zo leuk. Je hebt echt heerlijk gekookt. Dit is weer kip in de hoed. Yeah. Yeah. Check hoe nice. Ja, ja. Het is een nice slice. Hey. Jij bent rapper. Ja, rapper. Nou, hou je bordje maar bij hoor. Ik kom er rap bij hoor. Kom maar hier. Oi, oi, oi. Wat een gekkie zijn. Zo. Ja, Marjan en koken, daar gaan we goed samen. Oeh, er zijn allemaal lekkere kersen die erbij zitten. Kip, currysaus. Ik ga hier zo lekker van genieten. Ik heb ook ongelooflijk veel trek. En vanavond kamperen. Alleen Milan weet het nog steeds niet. Ik ben benieuwd wanneer hij het door gaat hebben. We gaan namelijk ook helemaal niks zeggen. We gaan gewoon heen. Nou, we hebben gegeten. Maagje lekker gevuld. Auto is ook gevuld. Wij gaan kamperen, dames en heren. Ik zei net, ik ben zo benieuwd naar Milan's reactie. Ja, hij gaat staan in zijn deuropening. Hij doet open. Wij staan daar met z'n allen met allemaal spullen. En wij gaan dat zeggen tegen hem. En hij zegt... Moet dat? Moet het nou? Zoiets, ja. Ja, zoiets. Dat denk ik wel. Nou, we gaan het gewoon doen. Ja, we gaan het gewoon zien. Oh mijn god. Dit meen je niet. Is dit een John Deere? Oh my god. Ja. Hey! Zag je dat John Deere autootje? Ja, geniaal. Wat een held. Zo. Oh, dat ding rookt ook, ouwe. Je moet even daar stoppen. Oh, komt die? Hoor dan. Wat? Wat een gruwelijk ding! Oh. Jeetje, dat ding rookt voor jou! John Deere? Ja man! Het is het beste merk, ik zeg je eerlijk, beter dan mijn auto! Ja, als de hele shit over is, dan gaan we een keertje rijden. Zo geniaal dit, hè? Dit is echt... Oh my god! Wat? Maar er zit gewoon een rookmachine in. Wat geniaal, ouwe. Zo, het staat hier helemaal onder de rook. Wat? Oh my god. Wow, kijk nou. Wat? Die lampjes. Oh mijn god. Arme fietsen. Ja, die fietsen zit er ook achter. Mooi, joh. Die hoort bij hen. Die jongen die hoort bij hen. Ja, die fietsen hoort bij hen. Mooi, joh. Wat? Wauw, ik moet ook zo'n ding hebben. Ja. Wauw. Maar wat is het überhaupt? Het is een 45 kilometer autootje volgens mij. Ja, volgens mij ook. Volgens mij is het 45 kilometer per uur auto. Ja. En dan gewoon met een installatie eronder van een rookmachine, zei hij. Oh, ik vind het grandioos. Maar en zo zullen wij dat überhaupt gewoon doen? Want ik heb echt mijn hele jeugd, nou ja, van mijn 15e af ongeveer gedroomd van zo'n 45 kilometer autootje. Ik wou dat vroeger zo graag, omdat je vanaf je 16e, als je je brommerrijwijs hebt, mag je daarin rijden. Ja, klopt. Dus ik dacht toen echt van, oh, ik wil dat hebben en dan ga ik gewoon daarmee naar school. Maar even serieus, kijk hoe easy zij met z'n tweeën daarin zaten. Dan kun je gewoon nu toeren met dat ding. Ja. Oh mijn god, dat lijkt me echt leuk. Ja, serieus, geniaal. Zag ze ook genieten al. Ja. Shout-out naar jullie. Ik weet dat jullie deze vlog kijken. Shout-out naar jullie. Echt heel vet. Het is echt leuk. Die rookmachine, hoe kom je erop? Ja, het stonk ook. Ik dacht, het ruikt helemaal niet naar benzine of zo. Wat zou dat ze zijn? Ze hebben iets van die rookmachine aangesloten op de accu. Want die moet energie, elektriciteit krijgen. Ja. Dus ik denk dat als de auto aangaat... En hoe meer, hoe harder die gaat, hoe warmer die is. Hoe meer rook inderdaad. Ik hou daar wel van de jongens die dan echt gewoon aan het sleutelen thuis zijn aan zo'n autootje. En al hun tijd daarin stoppen en soms al hun geld erin stoppen. En dan zo genieten van iets wat ze dan zelf gemaakt hebben. Ja, dat is prachtig. Dat, dat zag je ook, ze waren beide helemaal aan het genieten. Ja. Ik vind het echt sick, jongen. Ja, echt cool. We vervolgen onze weg naar Milan toe. Ja, we zijn er bijna, we wonen dicht bij elkaar. Dus ik ben echt benieuwd naar Milan's reactie. Ik ook. Ik kan niet wachten. Normaal gesproken ga ik zelf naar binnen, maar nu laat ik Milan even open doen. Yo! Alles goed? Ja, ik ben even druk. Nee! Milan! Ja, wat is er? Ik ben toch even druk? Meen je? Ja. Even kappen nou. Nou, dan gaan we gewoon alles neerzetten in de tuin.
gaat het alweer open. Nou, je mag dat wel geven en dan is het klaar ook gewoon. Nou, dan slaap ik wel met mijn... Dat was mijn kussen! Nee, heeft Nicole geen kussen. Sorry, die wil ik ook. Wat is er? Hey, we hebben leuk nieuws. Nou, wat dan? Wij gaan kamperen in jouw achtertuin. Nee? Jawel. Hoezo bepaal jij dat? Nou, wij hebben tenten gekocht die nogal duur waren, die we niet meer kunnen terugbrengen. We hebben twee keer twee persoons bedden, we hebben een barbecue setje, we hebben hamburgers, we hebben wat drinken, eten, kussens, dekens, we hebben alles al. En we hebben er zin in. Ja, ik heb... Oh, superleuk. Vanavond een date, hè? Meen je? Mag ik erbij? Nou ja, leuk, man. Ja, top. Ontzettend. Dus een raar idee. Kom hier met het. Kom hier met de kussen. Ja, alsjeblieft. Wij gaan alles opzetten in de tuin. En als je zin hebt om echt gezellig straks een hapje mee te eten, dan mag dat. Nee, ik heb net gegeten. Ja, maar... Dus je hebt er niet voor niets mee. Ja, nou ja, ik heb net... We hebben ook marshmallows. Oh. Ja, dat is leuk, hè? Vind ik niet lekker. Oh. Nee, ja, leuk. Wat de is dit voor iets raars? Je bent bruin geworden. Ja, ik heb vandaag een song gezet. Jeetje. Maar heb jij hiermee ingestemd? Dat was mijn idee. Kijk, ik mag jou wel. Ja. Maar dit... Het is toch gezellig. Kun je gewoon een keer een hele nacht van ons genieten in plaats van een hele dag. Ja. We hebben alles bij ons. Hè. Lampjes. Leuk. Ja. Ja, ik had buitenlampen, nu niet meer. Dus, We willen alleen gebruik maken van je toilet als het mag. Ja, en verlengsnoer naar onze tent. Ja, dat heb ik. Dus jij bent campingbaas Knol. Ah, oké, is goed. Kunnen wij nu betalen of moet het achteraf? Dat mag achteraf. Ja? Mag fijn. Achteraf. Top. Fijn. Kan jij de slagboom open doen? Ja, en kun je ons plekje laten zien? Ja. Kom even. Ja, rij maar even achter de camper aan. Oké, kom jij achter, laat je even plekje zien waar we kunnen kamperen? Ja, ik heb wel een gast hier, hè. Dus je moet even gewoon kappen nu. Nou, dat is geen probleem. Nou, oké. We hebben genoeg marshmallows. Wat? Hij mag er ook bij, hoor. Nou ja, weet ik niet of je dat wel wil. Dat weet ik ook niet. Nou, smijten we met marshmallows. Deur open, smijten binnen. Nou, kom, we gaan. Succes. Als je wat nodig hebt, hoor ik het wel. Nee, laat even plekjes zien achter. Ja, ik kom wel via achter. Ja, ja. Ik loop even binnen door. Ja, doe je. Nou, zo te horen vond hij het een top idee. Echt geweldig. Hij heeft er heel veel zin in, Milan. Wij hebben er heel veel zin in. Als hij het eenmaal ziet, dan vindt hij het leuk. Vast wel. Nou, het ziet er wel aardig zomers uit hier zo. Jeetje, wat een topcamping. Het is gewoon een zwembad. Marvin, we kunnen ook gewoon een tent in het gat ja, zetten. Ja, zullen wij daar zo doen? Ja. Jeetje, wat een prachtige camping heeft hij hier. Hoi. Ik heb de campingmanager meegenomen. Oh, fijn. Hallo. Nou, wat zijn de huisregels hier dan? Huis, nou, je woont niet in een huis. Ik zit in het huis. Wat zijn de buitenregels dan? Niet plassen in die grote kuil. Dat wilden we serieus doen. Wij dachten we gaan poepen en pissen. Nee, dat gaan we niet doen. Er komt later toch weer iets overheen. Dat gaat er nog uit. Wij dachten ook, we kunnen onze tent misschien daarin zetten. Ja. Nee, maar ik heb wel een welkomstgedeelte voor jullie. Oh, dat is fijn. Kijk, een donut. Van wanneer? Dus van vanmiddag. Oh, ja, ziet er niet heel lekker uit. Maar één, hè. Maar Milan weet je het nooit. Vijf. Ja, gewoon lekker delen. Het is crisis nu. Ik hoef het niet. Maar nou, welkom. Ja, nou, dankjewel. Wat is de ruimte die we kunnen benutten? Wat is ons vakje? We hebben vier tenten. Vier tenten? Grapje. We hebben twee. We hebben 12 tenten. Ja, nodig meteen de hele buurt uit. We hebben een bierfiets geregeld. Nou, ja, waar je wil zitten, joh. Top. Ik zou dit vermijden. Ja? Ja, meen je? Ja. Ja, wij dachten, we zetten serieus de tent in het gat neer. Dat bedacht ik net. Dat vond ik een ideaal idee. Dat kan. Het wordt wel lekker koud. Oh ja, onder de grond natuurlijk, hè? Ja, het is koud. Dus maar wel minder wind, dus dat ook. Maar die plekken zijn wel goedkoper. En als jij... Het is zeker. Daar moet je ook aan denken. Ja, want als jij je niet aan de regels houdt, dan graaf ik hem gewoon dicht. Hoor je vannacht en ik allemaal zand scheppen op de tent? Ja, dan gooi ik hem gewoon dicht. Maar ja, je mag ook bij ons slapen, hoor. Hebben we al bedacht. Ja, maar waarom zou ik dat in godsnaam willen? Ja, ik wist dat hij dat... Zei ik er ook al. Waarom zou ik dat doen als ik daar gewoon een kamer heb met bed? Ja, waarom zou ik heb zelfs een logeerkamer en jullie kiezen om buiten te slapen. Ja, toch een beetje... Wat dom. Ja, het was eerst het idee dat Enzo en ik gewoon hier s'avonds zouden komen en dan we komen hier slapen. Maar toen kwam het hele kampeeridee. Ja, dat is veel leuker. Ja. Nou, je kan ook een tuinhuisje ombouwen. Maar we hebben alles geregeld, jongen. We hebben een grasmaatje. Ja, we hebben zelfs een grasmaatje. We hebben een klaptafeltje. We hebben barbecue, prikkies, marshmallows. Nou, ja. We hebben kolen gehaald. Ik heb terpentine. Alles gaat in de fik. Nou,
Ja, als weet je nog een vorige leuk. Keer toen jij 24 uur ging slapen in je tuin? Ja. Met die tent. Ook in een tent. Bijna de hele parasol ja, daarom, in hem. Daarom ben ik hem ook een beetje aan het knijpen, omdat jij hier gaat slapen zonder toezicht. Ik jij ben de toezicht, ja, ja. Ja, komt goed. Ja. Ik nou, hang wel even een camera weer op dan aan mijn tuinhuis. Ja, wij wilden dit dus stiekem doen, maar je hebt overal camera's. Dus wij wisten gewoon, alle alarmbellen gaan af als je hier mensen ziet lopen. Nou, alarmbellen. Ik heb gewoon twee honden. Dus, nou ja, goed. Wij gaan even alles opzetten. We gaan alles opzetten. Ja, en meester Lars komen straks ook nog. Die hadden alleen wat mankementen met hun elektrisch bord die leeg was onderweg. Maar, ja, nou, ik heb hier stroom, dus dat zal ik even voor je pakken. Ja, de verlengsnoer hebben we nodig. Voor de pomp, voor het luchtbed. A few moments later. Kijk eens. Oh. Dit is dus Camping Knol. Ja, ja, welkom meneer. Ja. Wat is uw naam? Peterson. Nou, goedemiddag. Goedemiddag. Staat het in de reservering? Ja, ik heb plus 2. Heb ik kom kamperen met mijn zoon. Dit is ook zo. Shit, hoe oud ben je? Ik ben 3. 3? Wat 3? 3 maanden ouder dan. Wat mag kapot? Ik heb zin om dingen kapot te maken. Niks. Wat denk je zelf? Nee. Niks. Nee? Nee, gaan we niet doen. Nee, ja, hier, hij mag wel een schep pakken en dan alvast beginnen met die haag. Dat mag er wel allemaal uit hoor. Ja, die stoelen gaan niet kapot, want dit waren een cadeau en die zijn heel duur. Dat is geen grap. Ze zien er ook echt heel duur uit. Ik heb wel iets heel leuks voor jou. Ja. Een cadeau van de Camping Knol. Oh, zeg maar een welkomstcadeau. Ja. Nou, moet je er allemaal één, heb ik. Echt? Yes! Ja, zullen we een Porsche van de golf? Dit is toch een golfbaan. Ja, dus je kan hier een hele baan maken als je wil en dan kun je lekker golfen. Zo, ik ga meteen even laten zien. Hey. Ik pak de birdie. Ik zou de kunning zou pakken. Oh! Sorry meneer, je bent de gast hè? Sorry. Ja. Jeetje. Kom allemaal door die tas. Oh, geniaal. Dit heeft een camping vaak, hè? Zo'n en, hok waar je allemaal dingen kan pakken. En een eenwieler, hè? Dit is dat hok. Je hele huis gaat heen en weer. Oh, doet hij het echt? Ja, ik heb hier een... Dit is een rondleidingfiets. Doet hij het echt? Ja. Dit meen je niet. Willy. Nee, die eenwieler is de band nog vol. Mooi, joh. Mooi, joh. Hoi, joh, dat is wel zwaar. Sick. Kapot. Nou, deze fiets kunnen we zeker wel gebruiken. Ja, en die clubs dus, hè. Even kijken wat ik kan smaak. Dat deed je expres. Sorry. Zal ik een birdie slaan of strijk? Nou, zit what? Hier niet veilig, Lars. Hole in what? Klaar voor? Ja? Nee. Sukkel. Ik gooi hem wel op. Nee, niet opgooien, dat is gevaarlijk. Weet je het zeker? Ja. Wanneer vind jij iets gevaarlijk? Ja, is ook zo. 3, 2, 1. Holy shit, sick jongen. Oh shit. Zo, laat maar, we naden in. Camping gesloten. Ja, doe maar niet. Ja, hij is echt druk, hè? Gedragen. Ja. Hij is echt druk. Pak spullen uit de auto. Wat heeft hij gehad, joh? Ja, dat is weer goed. Wat is dit? Wie helpt mij sjouwen? Nee. Wie helpt mij sjouwen, zegt hij niemand. We zijn in volle gang, dames en heren. Lars is al lekker bezig. Jas op de avond. Mees is ook lekker bezig. Klaar. Nice. Ja, we denken dus dat we hier zo redelijk dicht bij Milans huis gaan. Omdat we dan nog misschien een beetje warmte krijgen van Milan. Denk je niet? Ik hoop dat hij lekker zo met zijn kachel staat. Ja. We doen zijn kachel gewoon vannacht super hoog. Doen we de deur laten we open. Hij komt de hele tijd stoken zo. Nee, maar ik denk dat dit top is. Hier een tentje, daar een tentje. En dan hebben we zo'n stukje in het midden om te lopen naar de deur. Dat is perfect. Zo. Ik heb wel een idee. Dit is denk ik voor de voorluifel, die heb je ook nog, een luifeltje. Ja, we hebben tenten gekocht, dat is niet normaal. Deze stok moet je al in elkaar zetten. Ik had altijd, serieus, ik zal heel eerlijk zijn, dit vond ik echt altijd het kutste wat er was. Ja, dat is het ook. Hoe sneller het is gedaan, hoe sneller we het. Ja, maar dat is de goede instelling. We moeten zo snel mogelijk gewoon hier blijven staan en toekijken hoe Lars het heel snel doet. Waar klik je dat er
ga je doen, hè? Ik wou even een duimpje omhoog doen voor de kijkers. Ik wou even een duimpje omhoog doen voor de kijkers. Hier! Oh, dat is echt een fout, een amateuristische fout. Om met je zandpoten in de tent te gaan. Dat kan, dit is hun tent. Nee, ik wil dichtst maar bij goed, de tent. Heb je het wel eens geprobeerd hier met... Zo. Ja, dit kan wel. Wordt wel krapjes dit met Mees, hè? Nee, dat wordt helemaal super. Mees mag altijd. Hoe verkopen ze zo'n tent als drie, vier persoons? Nou, als je allemaal één persoons luchtbedjes hebt... Er staat serieus 3/4 personen. Het gaat passen, makkelijk. Met slaapzakken. Als je geen, makkelijk weet ik niet. Makkelijk. Het gaat wel passen. Makkelijk. Wat is naar de ingang? Makia zit hier ook de hele tijd te chillen. Ja, kijk. Hé, Makia. Makia zit ook gewoon te chillen hier. Hé, Makia. Zo, dit zijn dikke tenten hoor. Ja. Zo, maar deze voorgevel van die tent gaat hem echt vet dik mooi maken. Kan je ook... Oh, wat een mooie voortent. Oh, wat een mooie voortent. Als jij de hele nacht zo gaat staan, dan is die helemaal goed. Kijk, en dan doe je dit. Zo, en dan gaat de hele achterkant eraf. Jongens. Waar is de camouflage gebleven? Hé, hey, daar is de voortent weer. Oh, voortent weg. Oh, daar is de voortent weer. Een serieuze vraag. Hoe gaat dit ding vast blijven? Mark, lees de handleiding. Die heb ik niet. Die ligt daar. Waar zijn touwtjes? Touwtjes, tuurlijk. Hey, ik heb ook tape bij me voor de zekerheid. Tent opgezet, Mark. Nee, ik heb altijd een opklapbare... Ik heb serieus duct tape meegenomen voor het geval dat. Wow, kijk hoe ziek die voortent is. Doe maar boom. We hebben dit gefixt. We hebben gewoon stokken over, maar de tent staat al. Besef, hè? Als de wereld vergaat. Hoe werkt dit? Wij hebben geen stokken meer over, alles zit in de tent. We hebben de tent staan. Het kan zijn dat die vannacht gewoon door midden breekt, maar boeien. Nee, ik zou ook niet weten waar die stokken moeten die nu in het zwembad liggen daar. Helemaal top dit, toch? Dit is hoe je hem open doet. Jeetje. Oh, deze maak ik open. Nou, dat zal vast ergens voor zijn, toch? Zo. Ben ik klaar voor? Deze moet je omhoog doen. Wauw, kijk eens even. Dan heb je gewoon nog een deur. De stok moet er voor het luikje. Ja, zodat het luikje zo open blijft staan. Ah, kijk eens aan dan. Dan kan je hem zo doen. Dank je, Miro. Oh, ja, zodat dat zo blijft staan. Ja, dat is handig. Dat is wel handig, ja. Zal ik ze even pakken? Als de wereld vergaat, jongens. Als de wereld vergaat? Jullie niet meenemen. Nee, die tent staat al. Hey, ja. Wie heeft dit in zijn eentje gedaan? Ja, ik heb Mywin, dus kom goed joh. Maar ik pak ze even, ja? Momentje. Ik ga wel even in dit mega pisgat. Ja. Zo. Deze stokken hebben we toch weer nodig, mensen. Ik denk dat als Lars en ik met z'n tweeën gaan survivalen, dat we nog geen 3 uur volhouden. Ook al zie je er een beetje uit als een houtdak, hè? Kijk, dit is echt super. Hier, regen. Blijf gewoon staan. En als er een olifant komt? Als er een olifant komt, blijft hij ook staan. Nice. Zo, dit is sick hoor. Kijk dat mooie luikje hier, mensen. Goed, we hebben één probleem. We hebben één probleem, maar ik zie er wel meerdere hoor. Maar wat is het probleem? Nou goed, ik pas niet in de tent. Mijn hoofd zit tegen de rand op nu. Je hebt een klein tentje gekocht. Ja, maar je moet ook schuin liggen. Heb je dat nooit gezien? Ja, ik kijk. Dit is mijn heb je tent. Nou je schoenen aan in de tent? Allemaal zand erin. Oh. Nee, maar je moet schuin liggen, Lars. Dan komt het helemaal goed. We moeten met z'n drieën in de tent, dus kan er wel eentje schuin. Komt helemaal goed. Ik heb wel eventjes een vraagje. Gaat het nog regenen? Want ik heb zo'n gevoel dat het nog gaat regenen. Ja, dat lijkt me ook. Ik denk serieus. Het begint een beetje te waaien nu ook. Dat zul je zien. Dat het vannacht keihard gaat stormen, gaat onweren, gaat regenen. Ik weet niet, ik heb zo'n gevoel. Ik heb serieus zo'n gevoel. Het staat op droog. Het staat op droog. Het staat op droog? Ja. Oké, okay. Als het goed is, blauw, als goed is, zijn we veilig. Laten we het hopen. Fingers crossed. Myron die heeft hier twee persoons luchtbedden opgeblazen. Ja. En nu komt het moment van de waarheid. Ik ga eventjes proberen om eens zo'n twee persoons luchtbed in de tent te doen. Oh, ik kreeg die stok tegen mijn knieschijf. Zo, hey joh, je kan hem nog optillen en meenemen ook. Even omdraaien die handel. Kijk,
Nu hebben we de voorkant van deze tent hebben we bij de voorkant van deze tent. Dus dat is wel een stuk gezelliger. Nou, we moeten meer naar achter hoor. Want anders gaan we tegen elkaar aankomen. Ja, ook rustig aan doen. Ik ben enthousiast. Ik ben echt enthousiast. Nou, pakken we deze eventjes. Moment van de waarheid. Hij mag niet op de grond komen, hij moet zandvrij. Goed, misschien moeten we dit even open. Ja, Jan, die halen zo even omhoog. Moet je niet zo'n ding in de tent leggen en dan opblazen? Misschien denk ik wel. Denk wel, hè? Hoe past dit? Maar dan passen we gewoon duwen. Onze hele oog was op de tent. Ja. Goed. Ja. Oké, okay, er ligt... Hey! Maar goed, past er hier nog één naast, denk je? Dit is het leven. Oké, okay, ik ga deze even helemaal opzij doen. Kijk, als je deze helemaal opzij doet, past hij nog easy, joh. Geen probleem. Oh, zo, sloop anders even. De tent is ontploft. De voortent is kapot. Hallo? Is de voortent kapot? Ja, dat gaat allemaal los de hele tijd. Ja, maar dat meen je niet. De haring ook. Oh shit, fok je mijn been. Maar kom eens kijken, joh. Dit gaat echt wel lukken, hoor, inderdaad. Ja, denk ik ook wel. Er zijn nog twee persoons naast, maar dat hoeft helemaal niet. Hè. Er hoeft maar één persoons naast. Ja, ook maar geen dit stress. Is sick. Ja, dit gaat gewoon lukken. Grasmat hebben we ook nog, hè? Dan kunnen we veilig oversteken. Grasmatje naar elkaar toe. Dit is echt, hè? Dit is echt helemaal top. Even kijken, we hebben hier de barbecue. Dit is dus een, een soort van emmer. En dan kan je onderin kool doen. En dan zetten we in hens. En dan kunnen we daar vlees hierop doen. Of een marshmallow. Dus dat gaan we ook gebruiken. Weet je wat ik zelf heb gekocht? Een helium tank. Juist. Een helium tank. Ja. Lachen. Handig. Ja toch? Toch. Want als die tent een beetje in elkaar zakt, laat je gewoon helium los in de tent. Dan gaat het weer bol staan. Kijk. Oh echt? Snap je? Oh handig. Zo werkt dat. Nou nice. Oh ja. Vergeet er bijna iets. Da-da-da-da. De klaptafel. Kijk, dit plaatje wilden wij creëren. Hè? Gras, klaptafel en een tent. Nou, dit kan niet moeilijk zijn. We hebben geen instructie nodig. Dit is het makkelijkste wat er is. Kijk, hier hou ik van. Makkelijk. Kijk, deze uit elkaar. Deze draai je in. Hop, dat is een poot. Hopsakee. En dan, dames en heren, hebben wij een tafel. Nou, perfect. Genoeg ook voor het ontbijt vanmorgen vroeg. Stop. Dit is echt helemaal top. Zo, zo leuk. Nou, gaan we het bedje even lekker opmaken, mensen. Daar een kussen. Daar een kussen. Dan hebben we hier lekker twee persoons. Oh, oh lekker hoor. Oh, oh, dit is lekker. Oh, dit is echt goeie. Kijk, heb je nog een extra deken? Extra deken? Deze vlieg. Ja, vast koud wordt vannacht. We hebben nog hier een dekentje, dus die leggen we nu aan de zijkant. En onze tasjes doen we ook daar dan, hè? Ja, dit wordt helemaal, helemaal gezellig, joh. Dit is echt nice, hoor. Wauw! Hier, pak aan! Oh, kijk eens even. Ja, geniaal. Marjorie heeft een nieuwe tas, dat is een Monopoly-tas. Wel echt lachen. Zo, ik zie mezelf hier echt wel liggen, hoor, straks. Later vanavond. Na de marshmallows en de hamburgers. Oh, nice. Nice, nice, nice. Oh, hier zit een lipje. Oh mijn god, hierboven zit een lipje. Dit lipje hierboven kan ik heel goed gebruiken voor deze. Kijk, ik heb hier namelijk een lampje. Dit lampje kunnen we hier aan het lipje ophangen. Even kijken hoor. Kijk. Hoppakee. Wow, wat gebeurt daar joh? Doe eens even rustig op de camping. Gekke! Dan doe ik het lampje van mijn camera uit. Kijk, dan hebben we gewoon deze hier. Hoe geniaal is dat? Oh, dit is sick. Dit is echt heel erg sick. Wauw, ik ben gewoon helemaal verbaasd. Dit is helemaal top. Wat gebeurt daar buiten allemaal, joh? We zijn de barbecue alvast even aan het aansteken. Dat meen je niet. Ja, Lars, eigenlijk. Ik doe niks. Ik heb de aansteker gehaald. Nice. Ja, je moet hun tent ook even bekijken. Oh ja, zeker. Laat me even zien, Nicole, jullie tent. Kijk. Kijk. Hier is
Lars en mijn paleis. Ja. Dat is het meeste paleis. En weet je hoe ik dit gootje vroeger altijd noemde? Nou. Het snoepgootje. Hier gooide ik altijd snoep in. Zodat je in de nacht lekker kon graaien en snoepjes kon eten. Ik noem het heel anders. Nice hoor. Het derde wiel gootje. Kijk dan. Moet je... Mees noemt het de derde wiel. Derde wiel. Ja, maar dit is wel sick hoor. Ik hoop wel, Mees, voor jou dat Lars geen scheetjes gaat larsen. Dat Lars geen scheetjes gaat larsen. Dat lukt niet. Maar dat gaat hij sowieso wel doen. Mooie tijd. Ja, daar ben ik ook wel bang voor. Sowieso. Ja. Sowieso. Toch zwakker, man. Ondertussen fikkie stoken. Sowieso. Wat leuk, hè, dit, jongens. Lekker kamperen met z'n allen. Ja, hij is een knol on tour. Hij is een knol on tour. Top. Ja, maar ik doe wel. Nee, kan dat toch. Okay. We doen het samen. Fikkie stoken is leuk, hè? Dat is echt mooi. We doen het samen. Hoe is het wel warm? Is de bedoeling. Goed. Oké, nice. Oh, dit is top. Ja. Ja, hij brandt nog. Hij brandt nog. Hier liggen er meer. Gaan we die ook even aansteken? Oh ja joh, gewoon 4 stuks. Ja, alles in de hands. Oh, hier heb ik ook echt zin in marshmallows straks. Weet je hoe leuk. Ja, en hamburgers. Oh, zeetje. Zeetje, verdomme. Zeet. Dat ben geen grap, dat ben streek. 3, 2, 1... Boe! Hey, zijn we in de tuin van Wieland? Hè? Huh? We waren toch op een camping? Wat? Dit is echt sick. Maar dit is gewoon chill dat we stroom hebben. We hebben hier gewoon verlengsnoer. Die we wel goed moeten afdekken. Want stel voor we slapen en het gaat regenen. Mag dat niet erin? Nee, dat is Wieland zonder stroom. Ja, dat is Wieland de Sjaak. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Wat is hartstikke mooi, Lars? Vertel het eens. Deze periode is natuurlijk super rot voor heel de wereld en het is echt heel vervelend. Maar het maakt wel dat wij de meest domme, maar wel hele kleine dingen zoals dit gaan waarderen. We vinden het echt leuk, we hebben het allemaal echt naar ons zin en we zitten gewoon te kamperen in de achtertuin. Ja, klopt. Dus dat is bijzonder, dat door zoiets je hele kleine dingen weer enorm gaat waarderen. Ja, dat is wel echt zo. Ik vond dat hiervoor ook al leuk hoor. Ja, zeker weten. Maar let op, als je dit al gezellig zo en fijn vindt en waardeert... Moet je horen, hè? Let op. Dit is echt sick. Oké, goed luisteren. Ja. Hoor je dat geluid? Ja, 's ochtends hè dan. Let op. Zo, ja. Hoor je dat? Ja, dat maakt het af. Ja. Ja, je hebt van die snelle mensen die doen dit. En je hebt van die rustige mensen die kunnen niet goed vinden en die doen dit. Klopt. Welke ben jij? Ik ben dit. Ja, ik ook. Snel, zo snel mogelijk eruit, zo snel mogelijk erin. Ja, dit is helemaal top. Wauw, meen je deze? Nice. Je schrok wel een beetje. Ja, ook een beetje. Hey, ik spreek met de campingbaas. Ja, dit is campingmanager Knol, waar kan ik u mee helpen? Oh, we willen graag even controleren of onze tenten zo goed staan. Kunt u misschien even naar onze plek toe komen? Heeft u toevallig nog een extra kussen voor ons? Ja, dat wordt wel €2,50 extra met toeslag van €8 toeristenbelasting. Helemaal, maar dat super. Hebben we. Helemaal super. Wat is überhaupt de toeristenbelasting hier zo? Gewoon, dat is voor heel Nederland is het €8. Oh, oké, okay, top. Dan zie ik u zo. Oké. Er is ook een droogkloot, hè? Ongelooflijk. Ondertussen is Lars volgens mij bijna klaar met de barbecue. Kijk, jij had net terpentine, maar ik heb een beter trucje. Ik wilde zeggen terpamine. Maar en aan is de boel, hartstikke idee. Ik denk dat we zo lekker kunnen bakken. Ja, nice. Kunnen we marshmallows kunnen we straks erboven hangen? Nee, eerst de eerste hamburgers inderdaad. Okay, we hebben hier ook allemaal lekkers, joh. We hebben hier mooie stokjes voor de marshmallows. Helemaal top dit. Lekkere sausjes. Holy moly, wat is dat, ouwe? Mooi, yo. Dat is een meikever. Oeh, daar gaat ie. Oeh, oeh. Hé, niet fokken. Oh, holy moly. Oh, yo. Hij ging me aanvallen, hè? Hij zit aan jou! Boy, yo! Hij vloog gewoon in jou! Hij zit daar nog! Hij vloog tegen. Hij was vechtig! Oh, no! Boy, yo! Ik weet wat we hier mee tegen moeten doen. Nee, ja, ik ook. Ik weet het. Ik weet het. Kijk, dit, dames en heren, gaat dat allemaal verhelpen. Kijk dit. Ja, ja. Speciaal voor de vliegen. Oh, wow.
Goed, hè? Ik dacht echt dat het vuurwerk was. Nee, het is geen vuurwerk. Vuurwerk. Moet met vuurwerk. Kijk, voor de vliegon. Deze gaan we ophangen. Helemaal voor de vliegon. Helemaal goed. Ik denk hierop gewoon. Ja. Zo. Kijk, ideaal, ja, toch? Top. Ja, daar komen ze wel op af, denk ik. Hij is nu daar. Sick, hè? Ja, die hangt daar mooi. Hij is zo groot. Ja, hij is echt heel groot. Hij is een beetje blind, ja, kijk dan. Wow. We gaan naar het licht toe, ja, altijd. Zo, dat ding is echt huge, hè? Laat een muur. Kijk dan. Ja, dat ding is echt mega. Moet kijken. Mij. Wow, kijk dan. Zo, wat ziek, hè? Echt een mega beest. Hup op de barbecue, we hebben lekker vlees. Volgens mij heeft Enzo nog nooit een kat gezien, want als je dit al mega vindt. Ja, maar voor een tor van kever vind ik het wel groot, hè? Dit is inderdaad wel groot. Kijk dan. Maar je hebt dus ook van die wespen, maar die zijn echt heel groot. Jeetje, wat smerig beest is dit. Nou, ik weet niet wie hier gaat zitten. Ik niet meer. Maar ik zat gelukkig daar. Hey, hey, hey. Oh, boe, 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 boe. Weg bij de barbecue. Oh. De barbecue master hemzelf wil het even doen. Je zit hier een half uur dit te doen. Ga jij de hamburger stopleggen? Ja, ik dacht, ik bedoel aardig, maar hé, dan niet. Nou, gaat ie. Een hamburgertje. Bevroren. Ja, die is keihard. Ik denk dat wel even gaat duren. Dat denk ik ook wel, maar ja, boeien. Gewoon opleggen die handel. Oh, heerlijk. Hoor je dat sissen? Nee, ik ook niet. Ik wou net zeggen, ik hoor geen shit. Nee. Goed, even goed. Maar de kolen staan nu wel goed aan, hoor. Dat zeg ik. Kijk, nou. Ja, ik zou dit achterleggen. Hey, ik heb alleen één belangrijke vraag. Ja. Ik kan het niet met mijn vingers omdraaien. Nee, maar dat komt goed. We gaan een vorkje pakken. Wat deed je nou, Mees? We hebben gewoon een trampoline op de camping. Ja. Nou, dat is wel gezellig, hè, dit? Ja, dit is geweldig. A few moments later. Zo. Ja, ja, burgertjes zijn klaar, hoor. Oh, zal ik hem er even opleggen? Ja, dat is zo. Fijn. Super. Dat is een geboren beroep van mij, dit. Jeetje, lekker hoor. Goed, is daar nog een broodje zonder burger, denk ik? Nee, ja, die wou de campingbaas wel. Ja, is goed. Dat was een beetje zwart. Ik mag die vent ook helemaal niet. Nee, dus ik ook niet. Op zijn broodje. Burgers klaar. Eten maar. Burgers klaar? Ja. Hoor ik nou burgers klaar? Lars, ja. Zal ik jou nou eens laten zien, nu Marvin weg is, wat een echt vuurtje is? De hele camper kan in de fik vliegen. Oh, zo. Ja, hier kan je wel marshmallowtje op roosteren, hoor. Oelala, oelala, oelala. Het stopt ook weer. Goed. Ja, dit is top, hè? Ja, dit is leuk. We moeten even wat hout sprokkelen. Hout sprokkelen? Zo, wow. Pas op die tent, gast! Jeetje. Sick, hè? Ja, dit gaat straks helemaal mis. Serieus, als je mij die burgers had laten doen, dan waren ze soort... Ja, dat dacht ik al. Goed. Milan komt denk ik straks naar buiten. Jeetje! Kijk eens even. De campingbaas die riep al, hé, hey, mijn thuis staat in zo, het zo! Oh, dat is wel echt lekker warm. Ja, maar het is niet normaal, warm, hoor. Even een beetje warmte, vrouw. Zo, zullen we hamburger eten? Ja. Ik kan daar nu niet echt heen. God, ik kan er niet echt heen. Nee. En besef gewoon, hè, ik wilde eerst die barbecue hier op het gras zetten. Ja, dat is helemaal niet goed gegaan, joh. Nee, dat was echt... Tussen die tent in. Hey, ik denk dat jij wel de man van de goede ideeën bent. Ja, nee, zeker. Dat kan je zien aan de vlogs. Nou, jij bent in ieder geval de man van de goede barbecueburger. Want hey, dit ziet er verrukkelijk uit. Nou, top. Dankjewel. Ik kan niet ruiken, wat doe je? Jawel, maar ik wacht nog. Ja. Maar daar zitten er twee op. Kijk eens even. Hier. Huts. Hey, feestje of niet dan? Hey! Barbecue knol. Ik bedoel camping knol. Ja, want dat is barbecue Peterson. Er stond FaceTime knol. Het stinkt ook echt niet normaal. Kijk, alles gaat daar. Lars staat er achterin. Moet ik even kijken. Oh, het stinkt. Oh, ik ben nog aan het eten. Fuck, heb ik gedaan. Ik heb mijn vuur uitgezet. Wow. Dat was even... Ik schrok. Gast, ik stond ook echt dichtbij. Ja, zij moeten Hans gebruiken en Hansita.
Dit was zo mooi. Dit was... Ik zit ook te schijnen hier alsof het nut heeft. Dit was zo mooi. Dit was mijn show. Ruik jij dit? Wat vonden jullie, ja, wat vonden jullie van mijn show? Ruik je dit? Ja. Hoejo! Je ruikt weer! Ik ruik weer. Het is gewoon zo sterk. Wat vonden jullie van mijn magische show? Ja, ik had van mijn magische. Niet ik dacht dat ze zei kiespijn. Wat vonden jullie van mijn show? Ja, wel kiespijn ja. Nee, stop. Ja. En zo, kan de gast, je gooit echt knijterveel. Nee. Nee. Het gas zakt aan. We hebben straks ontplopping, wedden. Nee, kan helemaal niet. Toen ik, nee, kan helemaal niet. Boom. Ja, ik ga toch even naar wier kijken. Toch wel leuk zo. Alles is dood. Beetje porren. Ja, maar kijk, nu gaat het in de fik, denk ik. Kijk, een porren, net een holbewoner. Doe zeg onka. Onka. Waarom doe je nou hout erop? Dan krijgen we vuur. Vuur. Takkie erbij. Takkie, dat is gewoon bamboe. Ja, waar is hier allemaal aan de hand? Oh, verdomme! Dood, joh. Waar is hier allemaal aan de hand? Dat is Cowboy Joe. Wat is hier allemaal? Hé? Wat is hier allemaal aan de hand? Ben je de huisbaas? Ik ben de vriend van de campingmanager, Knol. Ik zit even te kijken hier zo en ik vind dit allemaal niet zo prettig. Ja. We hebben weer vuur. Wow. Kijk, Lars! Wow, dat ging snel. Maar houtjes komen toch van pas, hè? Kijk, hier. De stokjes, man. Even hout sprokkelen met z'n allen, kom op. Ja, dit is nice, hoor. Ja, dat bedoel ik. Ja, hey, je hebt het goed gedaan, chef. Wat zeg ik? Beetje terpentine en stokjes. Naar terpentine. Zo, het fikt wel hard. Het is bamboe. Hé, hey, maar ben ik de huisbaas, de campingbaas. Heb je allemaal bamboe daar? Mijn naam is Robert. Robert, graag. Robert? Ja, wat is de vraag? Is dat alleen maar bamboe? Of heb je ook echt hout? Maar wij hebben hier geen bamboe. We wonen in de Nederlanden. Oh! Stop. En zo. Er is een trampoline vrij dichtbij dit vuur. Kunt u de trampoline eventueel verschuiven? Dat kan wel. Dank u. Als u de andere kant vastpakt, kunt u meer vaart maken. Hé, hey, maar wat vind je van onze tent en alles? En de camping? Ja, dit is een zeer fijne verblijfplaats. Ja, toch? Ja. Robert en zijn vrienden zouden graag hier willen overnachten. Ja, top. Ja. Nou, blij dat je blij bent, vriend van de huisbaas. Ik ben geen vriend. Oh. Ik ben personeel. Oh, personeel? Personeel. Personeel. Ja, personeel. Super. Ze hebben me jarenlang gepest op de club. Nu ben ik eindelijk een functie. Ja. En nu pesten ze je nog steeds. Zeer onprettig gesprek dit. Hier, kijk dan wat hier gebeurt, joh. Kijk. Hoi, hey. Joh. Hey, breek dat is. Zo, sterke powervrouw dit, hè? Ja. Kijk eens even, hier. Oh. Ja. Oh, jeetje. Lekker op die schaatsbeen. Jeetje. Oh. Die ging makkelijker, hè? Dat doe je wel goed, hoor. Alleen dit vind ik wat minder. Met die rook zo. Oh mijn god, Lars. Meer? Lars. Ik heb een plank. Wat ben je dat? Gast, daar heb je niks aan. Wat is... Nee, dit ben ik wel, denk ik. Wat doe je? Oh plankje mijn god. Op het vuur. Kijk, al dat rook. Oeh, dat is nat hout, denk ik. Dat doen we maar niet. Oh, shit, ik ben blind. Ik zie niks meer. Ja. Er zit rook in mijn ogen. Niet tegen die tent aan. Zo, kijk die rook, joh. Jongens, ik kan niks meer zien. Kijk, hier heb ik die stokjes. Hier doen we die marshmallows aan. Oh, sorry. En dan helemaal top. Nice. Wilt Robert toevallig ook een marshmallow? Robert houdt niet van marshmallows. Nee. Ik ben meer van Pluto mellows. Snap je hem? Of Jupiter marshmallows. Ja, marshmallows. Nee. Zegt hij Jupiter marshmallows? Nee, dan klopt hij weer niet. Hier, kijk. Pits. Moet wel zorgen als je opeet dat hij niet zo... Kijk, dit is top, hè? Met z'n ver zit. Met z'n drieën. Kijk. Pas op hoor, want hij verbrandt best snel. Ja, je moet ook zo'n beetje zo er langs zo. Wow, zo. Ah, yo. Hier. Wow, deze is nice. Kijk. Ik had vroeger ook een voetvrouw. Wow, oh. Ik schrok me toch. Oh, wat doet hij? Wat doet hij? Een hamburgertje opleggen. Wow. Hé, hey, wat wil je nou dat ik doe? Oh, hier kan je dan. Wat echt lekker.
Ja, het is heel lekker. Oh. Mijn prioriteit. Oh. Wat is wel je prioriteit dan? De camping beheren. Oh, lekker hoor. Wil je ook eentje, Mees? Ja. Wil je ook eentje, Niels? Hey Niels, wil je ook een? Oh, deze worden goed zo hoor. Kijk, nu komt gewoon heel veel hit. Oh, ja, hij zit aan elkaar. Zit aan elkaar geplekt. Ze hebben rustig, ze hebben rustig. Maarten, ik heb voor jou een speciale. Wat is speciaal aan hè? Dat die nog wit is. Oh, dat is fijn. Die anderen waren allemaal zwart. Lekker. Een kool wil ook een? Kijk, ja, velletje eraf. Mees, ik maak er eentje voor jou. Ik ga er nu eentje voor maken. Maar één voor jou, hè. Maar eentje al. Nou, we zijn lekker joh. Sorry, ik had even niet aan gedacht. Hey Robert. Ik heb een plannetje die ik expres voor jullie heb meegenomen. Nice. Is lastig mee. Wedgie! Oh mijn god. Nee. Oeh. Knakworst. Wow, dit is zo slim. Kijk wat hij heeft meegenomen. Knakworst, gast. Oh nee. Yo, marshmallows doen we. Oh. Die doen we weg. Oh. Top. Dat is gelukkig voor jullie tent. Doe maar knakworstje op. Ja, goed, kijk, weet je hoe dat dan werkt? Dan doe je het net niet open. Doe je het gewoon een beetje zo. Ja, dat is wel slim eigenlijk. Ja, goed, de ene drinkt het op, de ander giet het in de tuin. Nee. Nou, kijk, dan kan je dus hem precies zo van boven erin spiezen. Nou, top. Ik vind het geniaal bedacht. Wat goed dat je dit hebt meegenomen, ja, Niels. Noem maar alsjeblieft voor altijd. Jij zei nog... Nee, knakworst. Ja, ik heb knakworst. Wat moet je met knakworst? Goed, we maken weer even een faya. Zo, hier. Oh, ik heb hem goed eromheen geprikt, hoor. Ja. Dit is echt top. Oh, hier... Ja, hier ben je, alsjeblieft. Weet je wat je hier ook mee kan doen? Hier. Nou, één keer doorslikken. Dat ga ik niet nog een keer doen. Nou, dat heb ik ook met eigen, dat was niet fijn. Nee. Rauw, hè? Koud zijn ze ook gewoon lekker. Daar gaan de knakworstjes. Zo, dit is sick hoor. Ja, dat is wel. Dit is wel echt gezellig, mensen. Dit is leuk, ja. Ja, dit is echt gezellig. Kom je dat ook draaien? Ja, dat zou ik wel doen, anders heb je één zwarte kant en één bruine kant. Ja. Zo, door die wind gaat dat in één keer hard, joh. Ja, jij wou het daar niet zetten, hè? Hé, pas eens op, joh. Zo. Oh, hé, mijn knakworst vechten met elkaar. Doe eens rustig. Mijn is erbij. Au, verdomme. Oh, er zit één keer veel vuur. Lekker warm hoor. Ja, dit is wel lekker. Fijn. Hey, dit is top. Nicole weet er niet bij zitten. Het is lekker warm dit is hoor. Fijne Robert? Ah, ah. Wow. What the fuck? Ja, en jij zei het kan niet ontploffen. Nee, natuurlijk niet. Maar dat is de bamboe joh. Ah joh. Hey, oh, pas op. Wie heeft er rotjes in gedaan? Sorry. Wat is dit Robert? Kom op, plas eroverheen Robert. Er zit vocht in de bamboe. Ja, er zit... Wow! Hé, joh, verdomme! Ik pak ze, hè? Ik pak ze, jongen. Wie moet een knakworstje zol? Verdomme, hé. Jouw knakworst wordt zwart, hoor. Goed, dan meen je. Die van Niels is zwart geworden. Nee, je prikt gewoon die knakworst in zijn been. Ik eet las, hè. Ik blijf het zeggen. Hey, yo, zijn die zo, voor mij nog goed? Dan. Ja joh, die is helemaal grijs gewoon. Ah, oh nee, er ligt iets naast. Er ligt iets naast. Bijna op ons gras. Bijna op ons gras. Niet gras. Oh, nu staat deze ook in de... Voorzichtig. Oh shit, verdomme. Hé hey, joh, dat vuur valt ons aan. Oh, normaal. Lekker warsie. Hoi, oh, even verdomme. Hoi, oh, joh, wat heb je voor graag bamboe, joh. Het springt ook ineens aan. Ja, joh. Het is vuurbamboe. Ja. Nee, bang! Hoi! Oh. Lekker, hé. Hey, pak hem terug. Ja, tuurlijk. Dit is knetterbamboe. En zo. Ja. Het probleem zit erin dat het vuur bovenaan de pan stijgt. Het vuur moet onderin beginnen. Vandaar de luchtdoppen onderin uw pan. Dat meen je. Hoe vindt u dit grappig? Zijn ze voor mij nog goed? Even bij het licht kijken, joh. Hij is helemaal grijs. Kun je wel eten? Hij is helemaal grijs. Nee, proef eens. Nee joh. Nee, gewoon eten hoor. Is hij weg? Grijs is de nieuwe bruin. Grijs. Oh, ik step in een marshmallow gestaan. Wie? Dit ben jij, gast. Jij stond op deze marshmallow, kijk. Kan jij hem eventjes weghalen? Ja, ik gooi hem weg. Oh nee, het zit helemaal in onze grasmat. Myron, ik zie je, ja? Ja. Ik zie je. Oké, daar komt hij, dames en heren. We doen 30 seconds. Oké, ik heb 30 seconden de tijd om woorden uit te beelden, of niet uit te beelden, uit te leggen. Ja.
te omschrijven en jij moet ze raden, oké? Ja. Oké, daar komt hij, de eerste. Oh, het rijdt op vier wielen. Auto. En dan in het Engels? Car. En dan meervoud? Cars. Ja. Je hebt dat ene tv-programma, netwerk, met allemaal die stipjes. Hoe heet die? Network. Nee, hoe heet die zender? Oh. Met die stipjes? Ja, weet ik veel. Ja, dat was vroeger allemaal stipjes. Ja. Oké, als je iets hebt bereikt, dan is dat een hele grote... prestatie. Ja, of als je het eindelijk hebt gehaald. Doel. Mijlpaal. Oh. Nee, talpa. Oh, er zijn nog steeds stipjes. Is er nog steeds stipjes? Ja, ja toch? Had al de stipjes. Nou, we hebben cars goed. Nou, helemaal top, joh. We komen er wel. Heb je ook nog een omweg gedaan? We komen er wel. Vier wielen, auto, meer cars. Die tekenfilm met auto's. Ja. Bam. Dat mag dus niet. Nee, want auto's staan in de auto car. Is, dat is Nederlands-Engels. Je mag niet zeggen auto, want het is car. Maar weet je ook weer die hoofdpersonage van cars? Ja. Bliksem McQueen. Nou, die bedoel ik. Yes, I'm into that shit. Okay, ben je klaar voor Lars? 30 seconds is wel echt lachen. Het is nu. Het is Lars. Ik wou zeggen Niels weer. Het is Lars, Mees en Nicole tegen mij en Marvin. Maar we gaan straks weer eentje doen en dan zijn we beter. Maar kijk, volgende keer moeten we het gewoon slimmer aanpakken. Dan moeten we gewoon doen dat voor het ik de chameleon ben. Dan zit ik in allebei de teams. Oh ja, dat is wel leuk. Ja, stelletje tegen stelletje. Ja. Dat is wel leuk. 30 seconds, maar dan met helium, hè? Komt ie. Zet hem op, hè, Marvin. Ja. Ik ga het goed vertellen. Ja, ik weet nu al dat het misgaat. Jij gaat op jezelf lachen en... Oh, rustig aan. Wat is dit voor ballon, joh? Gast, dat is verspilling. Ja. Oké, okay, hoe heet dat land? Ik ben ooit op vakantie geweest. Het is een eiland en heel veel mensen praten daar Nederlands. Curaçao. Je bent niet groot, maar je bent... klein. En je bent een rapper. Leeuw Kleine. Juist. Wat is de kleur van Dit is Milan? Roze. En dan heb je van die dingetjes die uit de boom vallen, dat zijn... roze blaadjes. Roze... aan elkaar vast? Roze blaadjes. Roze bladen. Ja, maar dan een... hoe zeg je dat goed? Roze blaadjes. Oh, roze blaadjes. Roze blaadjes. Roze blaadjes. Roze blaadjes. Man. Rekenen we hem goed of ja, niet? Nee, dat was niet goed. Was Animal Planet ja, ook ik goed. Zeg heet het roze blaadjes? Ik heb mijn hele leven roze blaadjes gezegd. Echt? Echt? Ja, daarom. Het is gewoon goed hoor. Ja, nee, tuurlijk niet. Nee, ik doe niet aan. Hey, maar Leeuw Kleine Curaçao was goed. En Niels is aan de beurt. Ja, Niels. Geef mij door aan Niels. Als er een gat is waar je in kan verdwijnen in de zee. Nee. Heet dat dan? In de zee? Je kan er verdwijnen, gat wat in de zee. Wat passionage van wat zij net zei. Niet homen, maar de zoon. Bart ja, Simpson. Ja. Oeh, Bart Simpson. Wat zei Bassie altijd? Hey, vriendjes. Nee, hey, hij zei... allemaal wachtjes. Ja. Oeh. Allemaal wachtjes of zo. Je doet het in menthe. Honing. Heel goed. Lekker. Wat was dat? Je hoort een beetje duizelig, man. Jatte 4 toch, of zo? Wow. 4. Goed. Die had de 4, hé. Wat knijters. Dat hadden we nou goed. Alle maggies. Bart Simpson. Ja. Hadden we Hillary Clinton goed? Nee. Nee. Nee, heb je ook Bart. Die heb je niet genoemd. Honing, allemaal magisch en Bart Simpson. Allemaal magisch. Dat hij dan weet dat dinges dat zegt. Ja, maar dat is ja, zeker. Oké, okay, Myron, jij bent. Ja. Kom maar op. Oké, okay, dit is ook een stripfiguur met twee mensen. Ja, Siske en Wiske. Ja. Dit is, als je veel te dik bent, dan heb je meestal deze ziekte. Nee, ziekte. Oh. Heeft, ja, het is een suikerziekte, maar dan... kom op! Overgewicht. Nee. Suikerziekte. Ja. En dit is een nummertje die echt heel kut was in de zomer. Ja, dit is die presentatrice van die reizen. Diabetes. Oh, diabetes, joh. Maar hoe heet dat nummer van de zomer dan? Despacito. Oh, Despacito. Alleen ja, ik zei het toch. Dat moet je dus niet doen. Mooi, dat kwam er bij mijn neus weer uit. Zag je hoe erg ik schrok? Hij stemt veranderd. Hoi, jong. Oké, Nicole is aan de beurt. Het staat 13-13. Het staat gelijk. Nicole. Ja, dat was raar. Ja, je hebt toch gezien hoe het bij mij ging? Oh,
je moet nooit in één keer met je mond rechtstreeks dit doen. Dat was zo raar. Oké, je hebt niet de FBI, maar de... CIA. Heel goed. En je hebt zo'n sterrending. Je hebt een grote en een klein... Oh, laat maar. Grote kleine beer, maar. Waar je broodjes koopt. Bakkerij. Ja, heel goed. Zo'n weg die door Amerika loopt, een hele lange. Route 66. Heel goed. Een componist. Beethoven. Mozart. Yes! Let's go! Let's go! Ik vind het ook wel grappig hoe iedereen die ballon op heeft en Nicole heeft nog een hele ballon. Hey, we hadden echt veel goed, Nicole. Het is 17-13. En jullie zijn begonnen, hè? Oh, jullie zijn begonnen, dus we staan wel behoorlijk achter. Dat komt omdat zij nu 2 keer 4 hebben gehad. Ja, klopt. En wij 2 keer 1. Ik moet er 4 hebben om 17-17 te staan. Nog een keertje even. Okay. Ik moet 4 hebben om 17-17. Oké, okay. Je hebt die tennisbaan, die hele bekende, wereldberoemd. Wimbledon, goed zo. Oké, okay, waar ik... dat programma met 2 mannen, die zijn altijd aan het klussen, hebben altijd ruzie. Buurman en buurman. Juist, superprogramma. Oké, hoe heet die artiest? Die was getekend door Scooter Brown en die heel veel ruzie kreeg. Oh, die zangeres, hoe heet ze ook alweer? Ze heeft heel veel hits. Hoe heet dat programma waar ik altijd heen ga in de ochtend in Hilversum? Met Klaas van Kruisten. Nee, ja, en dan, hoe heet dat publieke omroep? NPO Z. Ja, oké, Wimbledon, buurman en buurman. En Taylor Swift. Taylor Swift. En NPO zegt... Weet je, mag ik heel even dit kwijt aan de kijkers? En ze doen dat heel erg neerbuigend, hè, als ik dan iets niet goed heb. Taylor Swift! Ja, dan... Je bent het niet, jij weet niet wie! En dan doet hij het zelf. Ja, en dan zeg ik een keer iets en dan doe ik gewoon niets. Nou, ik... Waarom doe je nou zo? Ik, is gewoon gezellig hier. Ik ben helemaal klaar mee. Ik ben aan de beurt. Ja. Groene ballon. Oké, zijn jullie er klaar voor? Hoe heet die keeper die op het WK 2010 keepte? Van der Sar. Nee, eentje verder. Sillissen. Nee, oké, okay, wat doen wij altijd? Vrierunnen. Ja, maar wat is een onderdeel van vrierunnen? Salto's. Heel goed. Wat doe je over bij de video eroverheen als je naakt bent? Over het algemeen. Blur. Heel goed. Als je... hoe zeg je dit? Als je minder bijvoorbeeld naar de McDonald's gaat, hoe noem je dat? Dan ga je afvallen. Op... Jeet. Jammer, te laat. Helaas. Maar ik vond het wel tellen. Ja. Het was Stekelenburg. Ja, hoe moet ik die dan kennen? Hoe heet iemand die in het ziekenhuis werkt? Een ziekenhuis, meneer. Een vrouw. Een verpleger. Ja, en dan vrouwelijk. Verpleegster. Ja. Dit zing je om een kind te laten dromen. Lullaby. Nee. Te laat. Dit is een park in Nederland met 8 banen. Efteling. Dit is... Barnaby. En... Hitte? Nee. Het land. En... Duitsland. Ja, en dan een inwoner. Duitser. Ja. Serieus, dit? Maar je deed wel weer een beweging. Hé, hey, luister. Je deed wel weer een beweging. Mees, film mij. Ja. Zeg ze dat ik een debiel ben en ze begint serieus met dit. Ja, ze begint met dit. Ja. Dat mag niet. Zeg ik Adolf Hitler, ja, dat land. Of, nee, wat zei je? Nee, een inwoner. Inwoner van ons buurland. Ja, dat was inderdaad een beter iets geweest. Ja, dat was misschien iets beter. Maar, ik vond die eerste ook al goed. Die raadde je echt goed. Een verpleegster. Ja. Daar deed je nou best lang over. Ik ben niet in het ziekenhuis, ziekenhuisman. Ja, dat is toch zo. Het was slaapkindje slaap. Ja, het was een lullaby. Ja, maar dat is toch niet... Dat in is niet Amerika het... heet dat een lullaby. Een lullaby. Ja, toch? Maar zo noemen wij het niet. Nee. Maar dit is wel echt heel erg leuk om te doen, de 30 seconds. In ieder geval, gezelligheid. Welkom bij Golfles. Dit is een eend. En die zegt hallo. Zeg even hallo terug. Pak je eend. Pak allemaal jullie eenden erbij. Maar geen echte natuurlijk. Ze vindt zichzelf zo grappig. Wat komt er voor 2? Eend. Wat was dat 1 ook weer? Wat, toen op wat komt er na Uno? Wat komt er na Uno? Ja, Uno. Oké. Okay.
Nou, pak allemaal je eend. Dat was het domste wat ik ooit had gehoord. Okay. Wat komt er na Uno? Dos. Nee, Uno. Ja. Oké, okay, komt-ie. Dan tellen wij af. Niet 1, 2, 3. Wij tellen af. 3, 2. En dan zeggen we allemaal eend, oké? Okay? Laten we dat doen, oké? Okay? 3, 2 en dan eend. Oké, okay, komt-ie. Ja? Niet onze tent kapot maken. 3, 2, 1. Oh shit, stoppen. Ik ga mijn tent. Stoppen. Oh, weg, we moeten hier weg. We moeten hier echt weg. We moeten de tent in. Kom. Niet die schoenen. Nee, ik ga niet met de schoenen. Oh mijn god, ik sloeg de eend naar de buren. Ik heb het bewijsmateriaal weggegooid. Hebben we de club weggegooid? Nice. Oh mijn god. Oké, in ieder geval. Ik vond het heel gezellig met jullie. Hopelijk jullie ook met mij. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vergeet niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie heel graag morgen mijn gloednieuwe vlog. Om 4 uur. Morgen ga ik even mijn excuses aanbieden bij de buren. En dan ga ik even de eend halen. Oh, dit was echt mijn mooiste slag ooit. In ieder geval, ik zie jullie morgen. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace. Knol Power!